Willem, goedemorgen. Goedemorgen, Harry. Ik vind het toch wel leuk dat je op je verjaardag toch tijd neemt om naar mij toe te gaan. Heeft dat te maken met het feit dat je geen verjaardag wil vieren? Of kom je liever hier? Hoe zit nou, vroeger was ik vaak trainingskamp. En toen was ik ook net jarig. Of ergens in het buitenland moeten spelen. Dus dat vond ik eigenlijk wel het meest prettig. Geen verjaardagen dus? Nee. Willem, we gaan eens even kijken. Er is heel veel gebeurd. En met name op een bepaald gebied hier. We zien op het veld is er geen zaak overmars. Ajax gaat echt niet slechter spelen. Wat vind je nou van die hele affaire? Ja, wat kan mij dus schelen? Nou, mij ook niet. Nee, nou dan. Zullen we daar maar overeenstappen dan? Ja. Nou, laten we dat maar doen dan. Ja. Maar ja, dat is niet geloofwaardig voor die kijkers. Die willen onze mening weten. Harry, luister nou. Wij zitten voor ons samen. Niet voor die kijkers. Oh. Ja. Ik kom hier omdat ik je aardige vent vind. Maar anders kom ik niet, begrijp je? En we zien we nou weer of die mensen dat leuk vinden of niet. Willem, maar desalniettemin. Ik denk, nou, dan gaan ze slechter voetballen. Maar nee, Ajax trekt Twente helemaal uit elkaar. 5-0. Ze spelen geweldig op dit moment. En het is wel goed ook. Want de Champions League komt eraan. Dus tegen Benfica. Of wist je dat niet? Nee, wist ik niet. Oh. Daar heb ik jou voor. Oké. Nou, daar hou ik de rekening mee. Ik kan niet alles onthouden. Ik bedoel, nee, ik moet alles over schaatsrijden weten. En ik moet over de beurs weten. Nou, dat vond ik wel een heel leuk item. Vond je dat? Ja, dat heb je wel goed gedaan. Alleen maar wat was één er nou met Sean Hanepel? Nee, je maakte. Ze kende jou nog van vroeger. Hoe zat dat? Ja, ik niet van schaatsen. Niet van schaatsen? Nee, daarom juist. Daarom wil ik het weten. Ja, voor de rest ook niet. Kijk uit, hè, dat er geen zaak van komt. Nee. Wat zit je nou steeds... Nou ja, ik gewaarschuwd mensen stelt voor twee, Willem. Ja, maar daar hoef jij niet druk om te maken. Nee, dat doe ik ook niet meer. Zeg, die scheidsrechter die bal ging over de lijn bij PSV Ajax. En jij zegt, die scheidsrechters hebben wel meer geluk met Ajax. Harim, dit is een krant, die is geloof ik van 3 weken oud. Ja, die wedstrijd ook, ja. Hebben wij dat al een keer besproken. Nee, natuurlijk wel. Dat moet ik even terugdraaien. Ja. Dat hoeven we gewoon even nadenken. Dat was een tijd, was al zo lang geleden, dat die bal was uit. Ja. Nou, voor ons en voor Ajax niet. En voor die VAR ook niet. Daar hebben we het nog de hele tijd over gehad, weet je niet? Dit is de derde keer of vierde keer dat Ajax dit heeft. En niet andere ploegen, want is het een andere ploeg? Dat zeiden we nog. Dan wordt het gewoon afgekeurd, begrijp je? Denk jij dat? Denk je dat, weet ik wel zeker. Dus het is partijdigheid. Bij de VAR zitten allemaal mensen met zo'n Ajax tenue. Of is je dat nooit opgevallen? Nee, ik moet helemaal niet. Nou, dan moeten we toch eens beter opletten. Willem en Feyenoord, hè? Er stond een prachtig stuk, een mooie kop in de krant. Ik denk, die neem ik mee voor jou. Rust bij Feyenoord en onrust bij de rest. Gaat het zo goed met Feyenoord? Ja, maar wie heeft dat geschreven dan? Mikos. Nou, meestal heeft hij wel aardige stukken, moet ik eerlijk zeggen. Als je die column met mij maakt, hij maakte met mij die column. Maar dit slaat weer nergens op. Het is gewoon weer, als het één keer een goede wedstrijd hebt, dan is het meteen weer kans op kampioenschap, weet je dan. Maar dat soort gekkigheid is het. Ze spelen leuk bij Vlagen. Half uur. Ik heb een heel goed half uur gezien. In het tweede uur was eigenlijk helemaal niets. Het was zo tegenvaller. Dus het is elke keer dit, dan weer even aardig en dan weer dit. Maar met advocaat had je die vragen ook, hoor. Nee, net als nu. Alleen nu houden ze net wat langer vol. Willem? Dan zit je me aan te kijken. Nou, omdat ik weer over die lijn terugkom, dat is niet anders. Maar ik wil even over die Schmid praten. Die woeste Schmid die laat zich gaan na 2-1 nederlaag in de topper. Die man giert van de problemen. Die Schmid, nee, die... hij zei dat geef Ajax alvast maar het kampioenschap. Dat zei hij. Nou, dat vond ik niet leuk. Maar is dat de reden dat hij weggaat? Nee, tuurlijk niet. Waarom gaat hij weg eigenlijk? Nou, dat hij heeft niet gebracht als wat iedereen had gedacht. Maar ze haalden hem binnen. Of dat het, nou ja, er was eigenlijk niks meer tegen te beginnen tegen dat PSV. Nou, het is alleen maar een tegenvaller bij tegenvaller geweest. En soms speelde. Ik moet wel eerlijk zeggen, van de week tegen
Vitesse speelden ze voor het eerst speelden ze aardig voetbal om te zien. Naar de kwaliteiten die ze hebben. Maar nu liepen er ook meer voetballers in. En hij doet elke keer als er twee of drie jonge spelers meedoen. En die spelen een uur heel goed. En dan is het ook leuk om te zien. Maar dan worden ze er weer uitgehaald. Want ze hebben allemaal van die schriftgeleerden op die bank zitten. Met zulke grote computers. Databank. Het zijn een soort databankspelers geworden bij PSV. Je gaf een afscheidscolumn. Ze hebben de meeste blessures. Je gaf een afscheidscolumn voor die Duitse meneer. Full gas voetbal. Niks van gezien. Maar wat is het in het Nederlands, zeg je? Dat moet jij. Dat is jouw uitspraak. Full gas voetbal. Niks van gezien. Wat niks van gezien versta ik wel. Nou, lees maar. Dat is jouw krant. Ja. Hier. Ja, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik ze niet lees, die columns, eerlijk gezegd. Maar je controleert ze ook niet? Nee, ook niet. Dat is een kwestie van vertrouwen. Ja. Is het zo gek? Maar hoe werkt het alleen dan? Alleen dit Duitse, ja, ik zou dat niet gezegd hebben. Maar je staat ik wel ken geen Duits, dus dat is ook niet voor mij. Het staat wel op jouw column. Ja, dat begrijp ik, dat het op mijn column staat. Maar wie verzint dat dan? Die jongen die die column schrijft. Dus je doet het niet zelf. Harry, ik zit nu geloof ik al 7 jaar hier aan die tafel. En iedereen weet dat ik die column niet schrijf. We zijn een maand bezig. Dus daarom schrijft hij Mikos hem. Maar wel met mijn taal. Maar krijg je er wel voor betaald? Ja. Oh, dus eigenlijk goed, een ander doet het werk en jij hoeft alleen maar je giro nummer op te geven. Doet het werk? Hoe kom je daar net erbij? Ik doe toch het werk, of niet? Ik zit toch te kijken naar die wedstrijden. Ja, ik zeg toch mijn mening. Het algemeen dag, riep ik op het matje. Wat zit je nou de hele tijd in Zaneke op mijn verjaardag? Dat heb ik toch ook niet gedaan bij jou? Je was er niet eens. Nee, en waarom dat ik niet mocht komen? Je wilde mij een taart laten bakken en die. Nee. Jaan en ik, nou, dat ga ik nog één keer zeggen. Ja, vertel ons. Jaan en ik hebben een bakker weer opgetrommeld in Bunschoten. En die zou een geweldig grote taart maken, alleen voor jou. Dan zou hij weer eventjes opstaan en om die taart te maken. Nou, wij hebben en toen helemaal mochten wij niet komen. En toen dachten we, nou, dan krijg je ook zelfs niet een kaki. Wij hebben daar een alternatief voor, want dat is meer haalbaar. Die grote taarten, dat werkt niet. Kijk. Dit is een taart. Dus dit is mijn taart voor jouw verjaardag. Kijk. Nou. Maar let op, het licht gaat op een gegeven moment uit. Dat gaat allemaal bij ons op een gegeven moment. Dus. Ja, dat zei Joep van het Hek ook. Ja. Ja, die zat een hele column te schrijven. Joep van het Hek. Kijk, je ziet het zijn twee topmensen op sportgebied geweest. Ja. En dan gaat hij, zomaar een beetje met zijn hand in zijn zakken altijd lopen. Die moet eerst maar zorgen dat hij 80 jaar wordt. En die gaat dan zeggen van, ja, die heeft er twee keer iets gezegd. Hetzelfde. Nou en? Het slaat toch helemaal nergens op, man. Het valt me wel tegen. Ik dacht dat hij langer was. Maar het is wel. Even proeven een beetje zo. Nou, Harry. Nou, ik moet zeggen, hij is wel heerlijk. Lekker, hè? Ja. Zal maar is het de enige? Zal ik hem in laten pakken? Huh? Zal ik hem in laten pakken? Nee, kijk. Hij is te klein om al die mensen iets te geven. Ga je dan weer katten? Nee. Tuurlijk niet. Ik vind het geweldig. Echt, dat is heel aandoenlijk. Nee, dat is serieus. Geef ze ook straks een receptie. We gaan allemaal op een rij staan. Dan mag er iedereen bij jou langs. Nee, kijk. Of je moet hem in zoveel stukjes kunnen krijgen. Dan krijgt iedereen een stukje van die. Willem, we gaan nog even kijken. Bijzonder mooi. Die Brans die gaat terug naar PSV. En die zegt, we komen eraan. Zit hij tegen Ajax. Nou, dat zal ik niet zeggen. Zo zit hij niet in elkaar. Is het maar het goeie is een jongen die wel gewoon capabel is voor dat werk. Dat is, het is Ajax, helemaal niet zo gek. Had misschien alleen Ajax gekund. Alleen vind ik het wel raar dat Toon Gerbrands, die heeft nog eigenlijk hierna een 3-jarig contract. En dat hij dan opstapt. Ja. Dat zou eigenlijk
niemand doen. Maar dat is een hele mooie baan wat hij heeft. Hij kan misschien nou Overmars opvolgen bij Ajax. Nee, dat mensen die bij PSV hebben gewerkt, die gaan meestal niet naar een andere club. Zeker niet naar Ajax. Niet dat Ajax, maken wel eens een geintje, maar ze spelen op dit moment gewoon geweldig. Ja. Dus, De wedstrijden van vandaag wil ik even doornemen. Want niet overal is het dak afgevallen, maar sommige wedstrijden gaan al door. Ja. Feyenoord tegen Cambuur, 2:30. Nee, die moet Feyenoord wel kunnen winnen. Dat denk je. Dan hoef je geen... Je hoeft geen waarzeggen voor de Belgen. Nee. Je moet trouwens de groeten van er hebben. Ja, geweldig. Aardig mens. Aardig mens, toch? Ja, tuurlijk. Nou, en dan PSV Heerenveen, 16:45. Nee, PSV, dik. Toch wel? Ja. Nou, ik denk... Hebben de beste speler van Heerenveen weggehaald daar? Ik denk een gelijkspel. Veerman, nee, gelijkspel. 16:45, Utrecht, Vitesse. Moeilijk. Utrecht. Vitesse. Ja, ik ben zo eigenwijs, dus ik weet niet wat. Als ik die andere had gezegd, had jij die ook die andere gezegd. Dat is inderdaad zo. Ja. 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 Er moet een beetje spelelement in blijven. Nee, tuurlijk niet. Hoe kom je ermee spelelement? Jij gaat er niet zeggen, bij wijze van spreken, als ze tegen een stelletje Quibus gespeeld. Nou, die hebben kans dat ze winnen. Nee, natuurlijk niet. Ja, maar ik heb Lisbeth gebeld. Die zegt, je moet gewoon je poot strak houden tegen die Willem. Nou ja, dat moet je zelf weten, maar... Maar dan zou je nooit rijk worden van die wedstrijden. Oh, over die wedstrijden. Ik wou zeggen, er zijn nog alternatieve mogelijkheden om rijk te worden. Ja? Ja. Het lukt best wel. PEC Zwolle, 12:15 tegen Groningen. Nou, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik wel vind dat die trainer, die nieuwe trainer van PEC, het wel geweldig doet. 4 wedstrijden gespeeld. Heb je gezien? 10 punten. Nou, dat is echt bizar. Want die waren op sterven na dood. Tot slot, Willem. Stonden dik onderaan. De tijd zit erop. Twente, 2:30 tegen Go Ahead Eagles. Wie? Twente tegen Go Ahead Eagles. Twente. Ja. Oké, Willem. Nou, dan gaan we ons nu allemaal omkleden. We gaan allemaal elektrische fietsen. We gaan achter je aan fietsen. Ja. We gaan mee naar de verjaardag. Oké. Willem? Ik vind het niet erg. Harry, bedankt. Ja, jij ook, hè? Het was weer geweldig.